In deze presentatie zullen we het hebben over groepsontwikkeling, groepsvorming. We zullen met name ingaan op de theorie van Bruce Tuckman en de Tuckman Stages. Iedereen die in een groep participeert heeft drie basisbehoeften. Je wil veilig zijn, je wil invloed willen uitoefenen en je wil een persoonlijk contact met andere leden van de groep hebben. Die drie basisbehoeften moeten vervuld worden om in een groep te kunnen of te willen participeren. De Amerikaan Bruce Tuckman die zegt dat elke groep vijf fasen doormaakt van ontwikkeling. De forming, storming, norming, performing en de adjourning fase. In de volgende clip zullen wij op de verschillende fasen individueel ingaan. In de eerste fase, de vormingsfase, wordt ook gekenmerkt als de kennismakingsfase. Daar leren de leerlingen zich elkaar kennen. Niet alleen bij naam, maar ook wat zij aan elkaar hebben aan uiterlijk en aan kwaliteiten. De leerkracht kan hier een rol in spelen door ervoor te zorgen dat elke leerling aan bod komt. In de stormingsfase, dat is ook wel de rolverdelingsfase genoemd, zie je dat leerlingen de pickorder in de klas tot stand komt. De docent kan hierin ook een rol spelen door ervoor te zorgen dat iedereen zijn mening.